Voor het eind van het jaar moet het parkeerbeleid van Ede opnieuw op de schop. In maart werd het vooraf betalen ingevoerd. Uit onderzoek blijkt dit niet goed te werken. Die conclusie trekken zowel de gemeente als de Stichting Binnenstadsmanagement Ede en de inwoners. Daaruit blijkt dat mensen de tarieven en ook het vooraf betaald parkeren een hindernis vinden om in het centrum te komen. In ieder geval dan ga je niet met de auto komen. Er komen gelukkig ook heel veel mensen op de fiets naar het centrum. Maar de mensen die met de auto komen, die zeggen, ik vind dat systeem niet helemaal eerlijk. Ik heb het gevoel dat ik te veel betaal en dat de gemeente het in zijn zak stopt. En het is voor mij wel een belemmering om te genieten van het centrum en naar het centrum te komen. We willen het simpeler maken, we willen het duidelijker maken en we willen het betaalbaar maken. Tevreden? Ja, ik denk wel. Ik moet eerlijk zeggen, het is een hele hectische tijd geweest met parkeren. Maar je moet het ook op een gegeven moment vrij reëel benaderen. En gezien de omstandigheden zijn er goede voorstellen, goede maatregelen uitgekomen. Dat is allemaal naar aanleiding van het onderzoek. Daar zijn we bij betrokken geweest. De SBE was daar participant in. En ik denk dat dit een redelijk goed voorstel is wat nu op tafel ligt. Wat we hebben gezien in het onderzoek, dat de meeste mensen in Ede, die blijven een uur. Gemiddeld blijven de mensen in het centrum een uur en gaan dan weer weg. Het zou mooi zijn, en voor de winkeliers en voor de horeca, als mensen gewoon langer van het centrum genieten en gebruik maken. We hebben een dagkaart, die kost je nu €12,80. Dus ik moet zeggen, heel weinig mensen gebruiken zo'n dagkaart. Die gaan we terugbrengen naar €5 per dag. Dus kom je naar het centrum, je wilt parkeren en je gaat wat langer genieten van het centrum. €5 en dan kun je de hele dag parkeren. Mijn hoop en ook mijn oproep aan iedereen is om het nu eens positief te benaderen. We kijken naar de ondernemers. Die moeten zich niet meer gek laten maken door klagende consumenten. Het was een tijdje heel erg. Maar nu hebben we iets te bieden. We hebben een dagkaart die betaalbaar is. We hebben een goed centrum. We hebben allerlei mogelijkheden. Dus mensen, kom maar en verblijf er zeer relaxed. Het vooraf betalen blijft. Wel wordt het eenvoudiger om te betalen. Ook worden de verschillende parkeerzones beter aangegeven. Het uurtarief, €1,76 per uur, blijft ook ongewijzigd. Het vooraf betalen werd in maart ingevoerd omdat daarbij geen btw afgedragen hoeft te worden. Nu het beleid opnieuw aangepast wordt, komen er ook nieuwe kosten. Ja, het kost ons geld. We hebben geld gereserveerd in onze meerjarenbegroting. Iets van €160.000 die we op deze manier aan minder opbrengsten kunnen opvangen per jaar. En daarvoor kunnen we deze acties uitvoeren. De hele systematiek is gewoon een stuk klantvriendelijker geworden. Kijk, en afgezien of het een dubbeltje of drie dubbeltjes kost, het is nu klantvriendelijk. En dat is winst nummertje 1, want de irritatie begon in het verleden al voor de kast. Nou, als die klantvriendelijkheid doorwerkt, dan komen de mensen wat makkelijker. Dan is parkeren iets minder snel een barrière. Dan komen ze makkelijker. En dan is het aan ons, ondernemers in Ede Centrum, om die consumenten te laten zien dat het ook waard is om naar Ede Centrum te komen. Want er is best heel veel te beleven.